iets wat werken in de zorg in ieder geval niet aantrekkelijker maakt, is een mogelijke coronapas in de zorg. Een mogelijke coronapas. In de zorg zijn ze tegen het invoeren van deze maatregel. Het ziektezuim is op dit moment hoog, 2 keer zo hoog als voor corona. En een coronapas gaat niet helpen. Dat gaat de uitstroom vergroten. Dat gaat mensen demotiveren. Dus ik maak me daar grote zorgen over. Dit gaat leiden tot nog hogere tekorten. Het is niet zo dat er in ziekenhuizen veel besmettingen zijn. Omdat er heel veilig wordt gewerkt, omdat we heel goed die maatregelen hanteren, is er geen coronapas nodig om dat te blijven doen. Dus die coronapas zorgt alleen maar voor een groter tekort en voor grotere demotivatie of uitstroom van verpleegkundigen en artsen en ander personeel. Dus dat moeten we gewoon niet willen. Deelt u die zorgen dat het personeel zou uitstromen als ze zo'n coronapas zouden moeten laten zien? Ja, het lijkt me ook helemaal geen goed idee. Maar het is toch ook, ze werken met kwetsbare patiënten, dus het is toch ook eigenlijk hun plicht dat ze die veilig houden? Ja, maar tegelijkertijd hebben we ook gezien aan het begin van de coronacrisis hoe juist onze zorgverleners het veld in werden gestuurd zonder enige vorm van fatsoenlijke bescherming. Hè? Dus dat hoeven we niet goed te praten. Dat is helemaal niet goed. Maar dat betekent niet dat je vervolgens niet gevaccineerd in het ziekenhuis zou moeten staan. Nee, maar ik vind überhaupt, dat geldt voor heel Nederland, ik vind het zelf persoonlijk verstandig als mensen zich laten vaccineren. Gelukkig leven we in een vrij land in Nederland en is dat een vrije keuze. En is dat ook voor zorgverleners het geval. En bovendien, de tekorten zijn al gigantisch. Dus als je dat ook nog wil doen, dan worden de tekorten nog groter. En volgens mij is er eigenlijk in Nederland ook helemaal niemand voor, hoor. Overigens, behalve misschien het kabinet die daarna neigt. Maar voor de rest, de zorgorganisaties, maar zelfs het OMT en zo zeggen eigenlijk, nou ja, het is zeer onduidelijk wat dit voor winst zou gaan opleveren. Maar dan kan er in principe een ongevaccineerd iemand aan een bed staan. Ja, maar ja, als jij boodschappen gaat doen, kan dat ook het geval zijn. Maar dat is zo gevaarlijk. Dat is wel iemand die een vrij land waarin we leven, hè? Ja, dat kan, maar dat een verpleegster of iemand in de zorg die ongevaccineerd is, die iemand... Overigens is het een bijna theoretische discussie, hè? Want de vaccinatiegraad onder zorgverleners is superhoog. Maar dan zou je hem dus gewoon kunnen invoeren, dan is er niks aan de hand. Nee, want ik vraag me af of dat nu hetgene is wat we nodig hebben. Volgens mij hebben we juist meer zorgpersoneel nodig. Moeten we juist die mensen veel meer waarderen om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland de zorg krijgt die nodig is.